mogen jullie er niet meer uit. Zo. Wij wel de standaard voor niet. Papi! Ik heb 4 uur op zichzelf. Kijk eens wat mama hier heeft. Wauw! Speelhuisje. Dit in jullie hut. Grappige bedoeling. Oh. Dan kunnen we weer verder. Kijk! Hoi mama. Hé, hey, Luxie. Ben jij? Ja. Ja. Jullie lunch. Zo. Het boek. Sammy in de pan. Goed zo. Luxie ook tanden poetsen. Vind ik wel heel erg gezellig, hè? Wij zijn de Benga's familievloggers en leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe vlog. En in deze vlog gaan we iets heel erg leuks doen, want de kinderen hadden weer zin in een 24 uur challenge. Ja. Een tijdje geleden hebben de kinderen, of een paar weken geleden, ik weet niet meer hoe lang, hebben de kinderen een leuk nieuw speelhuisje gekregen. Ja. En hoe leuk leek het ze om 24 uur te overleven in het speelhuisje. Ja, dus gaan we eens even kijken. Ze hebben de pyjama's nog aan, de thuispakken nog aan. Ze zijn net uit bed. En de tijd gaat eigenlijk nu zo, ja, nu soort van in. Ga maar zien, Luxie. Goedemorgen, vader. Goedemorgen. We hebben vandaag geen kind aan de kinderen, want ze zitten de hele dag in het huisje. Ze gaan op zichzelf? Oh. Ja, ze gaan op zichzelf. Dus we hebben lekker het huis voor ons alleen. Cool. Vandaag. Nee, grapje. Dus even kijken. Kijk, hier hebben we het speelhuisje. En hier hebben ze al lekker liggen chillen. Heb je het netjes opgeruimd? Wat lijkt jou leuk, jongen? Dit te versieren. Slijm te maken. En mama, wil je daarmee ik beginnen? Heb mijn okay. Feit, ik heb het daar weer gelegd. Ja? Oh, mag je er nu nog heel even uit om het te pakken? Ja. Zo, ga maar pakken. Een spelletje. Oh, dat is ook wel leuk. En we hadden hier ook al een mandje neergezet, want de kinderen hebben nog niks gedaan. Ze mama, moeten ook nog de haartjes doen. Ik heb een vraag. Ja? Je hebt een tandenborstel op meegenomen. Ja. Waar moet het nou uitspugen? Dat is een goede vraag. Dan pakt mama een bakje om het in uit te spugen. Goed? En neem die maar mee. Ik heb ook een vieze mond. Ja, dan neem ik ook een handdoekje voor je mee. En dan kunnen jullie in het huisje de tanden poetsen. En de kleren ook. Die moeten we ook nog zo gaan aandoen. Ja. Dus zal mama eerst eens eventjes de kleren pakken voor jullie? Ja. Zoek maar een plekje. Dit is voor vandaag jullie huisje. Ah. Dus vanaf nu mogen jullie daar niet meer uit. Goed? Oké. Nou, doe het deurtje maar dicht. Succes, hè, met de challenge. Ja. Oh nee, Luxie mag er wel in en uit. Hè? Luxie doet voor spek en bonen mee. Ja, laat de deur open. Ja, laat de deur maar open. Dan kan Luxie in en uit lopen. Ja, oh ja, een spelletje. Geef die maar aan Lucilla. Die vindt Lucilla heel leuk. Poppeke. Goed zo. Hey Luxie, wil jij dan ook de kleertjes geven aan Luana en Lucilla? Je hebt mama al klaargelegd. Kijk, daar liggen de kleertjes. Daar op de stoel. Zie je, dat zijn alle kleertjes. Die moeten jullie vandaag aandoen. Oh, paard er even af. Ja. Heel goed, Luxie. Kijk, ze mogen er niet meer uit. Goed zo. Nou, dan kunnen jullie hier aankleden. Ja. Oh, hemd kom je tegemoet gegooid. Ja, dan kun je beter denk ik eerst aankleden en daarna je haren doen. Anders gaan je haren weer door de war. Oh. Goed zo. Ja, nog een broek voor Luan. Neem die ook maar mee. Goed zo. Oh, goed gedaan. Ja, oh ja, nog een sok. Ja, hier liggen de sokken. Ja, ook nog een sok. Goed zo. Ja, geef maar aan Luan en Lucilla. Ze mogen er niet meer uit. Goed zo. Nou, ze gaan zich even omkleden en dan kunnen ze heel snel... 1, 2, 3. Tada! En ze zijn aangekleed. Luan gaat altijd eerst zijn haar nat maken. Hij heeft water in dat dingetje. Dat vindt hij handig. Dan blijft zijn haar beter zitten. Lucilla heeft dit allemaal nodig. Hij heeft altijd zo'n haarspreetje. En een unicornborstel. Oh, moet even een nieuwe halen. En zal ik even je haren kammen? De klitten eruit halen. Oké, okay, een beetje spuiten. Zo. Oeh, een beetje lastig. Kan je op je knieën zitten? En dan... Ja, dat is wat makkelijker. Kijk. Zo. Mam, de madeliefje zit bijna aan me dood. Ja, ik zie het. Dan blijf zo maar zitten, schatje. Mama is bijna klaar. Oké. Okay. Doen we een staart bovenop je hoofd. Niet helemaal, hè? Ja, hier zo. Slecht, anders is het zo warm in je nek. Mam, ik zo. Wil... Zo. Nou, dit. Die zit. Ja, die kan er ook bij. Mooi strikje erin. Kijk. Nou... Geurtje. Oh, je geurtje nog. Hier. Wil je dat zelf doen? Mama. Mama doen. Zo. Nou, Lucilla is klaar. Hoe is het met Luan? Oh, en even handen wassen. Oh. Even nog de scheiding met je recht. Dat is lastig te zien zonder spiegel natuurlijk. Ja, prima jongen. Nou, ja? Jullie zijn er helemaal klaar voor vandaag. Oké, nog even handen wassen. Ja.
even de handen wassen. Wassen, wassen. Lux, ook even handen wassen? Nee. Lux heeft zelf haar bandje opgedaan. Supergoed, Lux. Doe maar je handen wassen. Ah, jongens. Doe maar. Ik ga mijn handen wassen. Goed zo. Nu is het tijd om de... tanden, poetsen. Tanden te poetsen. Maar waar moet ik hem laten? Ik heb hier water. Zet me even neer. Zo. En hier een spuugbakje. Zet we die hier neer. Goed. Gisella is al de tanden poetsen. En Leon helpt even met Luxie zijn tandenborstel. Luxie? Ja, even tandjes poetsen. Poetsen. Ja, spuug maar een bakje. Ja, en hier hebben we een beetje water. Dit lijkt wel alsof je op de camping zit, hè? Ja. Luxie ook spugen? Ja, en twee. Ja, en spuug maar een bakje. Oh, en even je mond afvegen. Goed zo, Luxie. Ja, heel goed gedaan. Hartstikke goed. Nou, tandjes zijn bijna gepoetst. Nee. Kijk, dus en dan doe je een beetje zo. En weet je wat je dan moet doen? Dan moet je... Je doet maar alles. Nee, zeker niet. Dan wordt het zeker een kletsboel. Niet alles. Ja, eerst even één voor één. Kijk. En hier kan er zeven middenstaart. Kom maar. Zo romantisch. Drie. Nog een beetje van de balletjes. Waarom? Best wel weinig in, vind je niet? Genoeg. Ik vind het wel. Zo. Papa. Stop. Daar ga je goed kneden. Luxie, doe je even naar mama brengen? Doe maar in het keukentje. Oh, mijn hamburger. Mama gaat voor ons even echt eten pakken. Want we hebben nog niet geëten. Zo, en dan doen we die in het bakje. Oh, zeg eens even minstens. Ja, die doen we als het laatste. Hier hebben we het ontbijtje. Hallo, hebben jullie zin in een ontbijtje? Ja. Jam is voor Luan. En chocopasta voor Lucilla. Eet smakelijk. Heel graag. Wat grappig, hè? Ja, want eigenlijk zouden we vaak aan een tafeltje zitten. Ja, een tafeltje daar. Maar ja, dat gaat nou niet, hè? Ik vind het wel een tafel. Ja, het lijkt zo wel een beetje een tafeltje. Lijkt het geen op een stoel, ja. Nee, gewoon lekker op je knieën, hè? Met Luan lekker op de grond. Op je tenen. Dat kan ook. Maar dat is lekker, hè? In je mond? Vliegtuig? Vliegtuig in je mond? Ja, vliegtuig in de lucht. Ja. In je mond? Even op. Goed zo. Dat is wel een beetje apart zo, hè? Ik vind het wel heerlijk dat kinderen zo 24 uur op zichzelf zijn in een tuinhuisje. Ja. Ik vind het wel van ouds. Moet het wel vaker doen, hè? Ja. Alleen Luxie die loopt iedere keer in en uit. Die snapt natuurlijk nog niet dat ze er echt in moet blijven. Ja. Zit het een beetje verspekkenbonen mee, Lux? Ja, Luxie die brengt iedere keer spulletjes heen en weer, liefie. Ja. Kijk eens wat mama hier heeft. Een mandje met allemaal leuke loodjes erin. Of wil jij eerst? En daar staan leuke dingetjes op. Wat jullie kunnen doen in het huisje. We moeten spelletjes spelen. Spelletjes spelen, staat het erop? Ja, spelletjes. Oké, nou volgens mij had Lucilla al een heel leuk spelletje. Die, hè, die vond ze leuk. Oké, ik ga uitleggen hoe het spelletje gaat. Ja. En zo gaat het spelletje. Eerst moet je husselen wat ik nu eerst doe. Ja. Oh. Dan ga je twee kaarten pakken. Even kijken dus. Ja. En moet je zien welke hetzelfde is. En dan mag je maar... Dus je moet kijken op welk plaatje er hetzelfde is op het kaartje. En wie het eerste is, die mag de kaartjes houden. Ja, ik zie hem. Ik zie hem. Oh. Het? Ankertje. Het anker. Goed zo. Spinnenweb. Luxie hier iets aan het eten? Ja. Wat lekker. Heb je een broodje gemaakt? Iglo. Oh, ja. Oog. Oog. Oor. Oh. Oor. Oor. Blad. Zegt Luxie. Blad. Oh. Oh, ik zie hem. Dat moet ook niet in. Nee, oké. Nee. Oh, spinnenweb. Ja! Goed zo. Oh, lamp. Ja.
Jing-jang. Jing-jang. Dat is Jing-jang. Oh, ja, die bestaat in China. Tegenovergestelde. China is dat. Is dat China? Ja, dat hoort heel erg goed bij China. Kaas. Nou. Als mama meedoet, dan ben ik ook fanatiek. Hè? Je hebt er echt... Mama, doe. Goed zo. Zo, nou gaan we even tellen. Ik zie het, jongen. Ik ben benieuwd wie er heeft gewonnen. Luxie, wat ben jij net doen? Mama, een gekke Luxie. Ik moet even rustig, want ik moet even stil. Oh ja, even stil, ze moeten tellen. 20. 21. 21. 22 en 24. Ik had er 8. Ik deed de laatste ronde een paar keer mee. Yes. Ze heeft dus nu al gewonnen. Hey. Shilla, die mag grabbelen. Wat we nu gaan doen. Deze. Even kijken. Ik ben benieuwd of jij me kan lezen, anders moet je van Luan vragen. Hut bouwen. Oeh. Dan gaat mama even dekens voor jullie pakken. Kijk. Goed? Hier, ja. Hier heb ik Och, Luan zit helemaal onder de muggenbulden. Zo, hier hebben we wat dekens. En hiermee kunnen jullie een hut bouwen. Ja, maar ja? Een pannetje is gevallen. Oh, een pannetje. Ja, ze kan er natuurlijk niet uit. Aha. Kijk. Oh, jij? Mama. Ja, pak maar pannetje. Luxie, die gaat helpen. Mama, help. Ja, ik kom jullie helpen. Doe de pannetjes maar weer erin, Luxie. Goed zo. Luxie haalt alles weer op. Ik ga ze eventjes helpen of ik een beetje vanaf de buitenkant kan helpen om een hut te maken van het speelhuisje. Ik moet een teken hebben. Oh. Ja, ik kan helpen. Mama, en ik zit er overheen. Bijna. Hoe is het daar binnen? Mam, het is nu nog meer donker. Oh, we moeten er nog één. Ja, we moeten er nog één. Oké, de laatste. Hallo? Oké. Hierboven. Ja, doen we maar goed. Ja, hij is goed. Hey, Luxie. Het ziet er echt heel donker uit. Waar zijn jullie? Hier, in het handje. Hey, zo. Even aanbellen. Ding dong. Hoe is het in jullie hut? Mooi, ja. Mooi. Is het een mooi in de hut? Mag ik binnen kijken? Ja. Oké, kom maar binnen. Oké. Zo. Wat gezellig, jongens. Het is wel een krabbe bedoeling. Zullen we het volgende gaan grabbelen? Ja. Oké. Even kijken. Oh, dan moet ik even het mandje pakken. Luxie, wil je deze aan Luan geven? Mag Luan grabbelen? Dank. Nagellakken. Oeh, even een nagelpakketje pakken. We hebben in de fanmail een keer heel leuk dit leuke nagelpakketje gekregen. Dus misschien wel leuk om ze dat te geven. Eens kijken of ze zich daarmee een beetje kunnen vermaken. Kun je een beetje make-upjes opdoen? Eerst mij. Ja? Moet ik jou doen? Mij. Ik zie het mij. Nou, moet ik eerst het lipstiftje beginnen? Ja. Dus ik zie, wil jij je spiegel weer oh, ja, kijken? Ik zal het klepje even overdoen. Ga je het zien? Oh, wauw, Luxie. Ik zie ook een mooi lippenstiftje. Ik kan het niet zien. Maar ik wil eerst roze. Auw! Ping! Wauw, Lucilla, wat doe je dat netjes. Wil Luxie een roze nagellakje? Ja! Ja. Kom maar. Hij kan broer heel goed, hè. Broer gewoon helpen. Met de zusjes. Erop. Mooi, Lucilla. Ik wil geen nagellak. Nee, oh, dat hoeft ook niet hoor. Alleen als je het leuk vindt. Wil jij blauw? Dan doe maar die weer blauw. Blauw? Wil je blauw? Okay. Ja, mama hoeft geen blauwe, liefie. Zo, het is inmiddels best wel warm geworden, dus we halen even deze doeken er weer af. Anders wordt het wel een hele erg sauna in het huisje. Dan wordt het een saunahuisje. Dat is ook nou weer niet de bedoeling, hè jongens? Zo, dan kunnen we weer verder. Terwijl de kinderen even lekker in de hut aan het spelen zijn, of in het tuinhuisje, ga ik even lekker een meloen maken. Deze andere helft had ik een andere dag al opgemaakt. En deze gaan we nu even snijden. Want het is tijd voor een lekker fruithapje. Wil je maar meehelpen? Luxie wil mij meehelpen. Dat mag, Poppie. Appie! Wil je erbij? Ja. En bij mij, ik heb hier een stoel. 1, 2. Oeh, zo. Vind je dat ook zo lekker? Dat! Oh, maar dat is niet erg. Handjes in de kant. Hoppatee. Eerst allemaal stukjes snijden. Papa. Zo. Papa ook? Ja! Oh, kijk eens, mag jij deze eten? Papa. Oh, kijk eens, pak die maar. Doe maar lekker eten. Luxie is ook gek op meloen, hè? Ja. Dat is ook lekker. Lekker fris. Mama. Ja, mama is ook gek op meloen. Ja. Luan en Silla zijn ook gek op meloen. Ja, dit lekker aan de kom.
Op het, oh nee, maar die mag je zelf eten. Hier, die had jij al gegeten. Nee! Productie. Oh. Die wil zo kunnen komen. Nou, dan halen we er zo meteen alweer uit. Oké, okay. Hier deze nog. Ga jij dan zo meteen de meloen naar Lou en Lucilla brengen? Ze wilden er dan een vorkje bij. Ja. Vorkje. Heb je een vorkje erbij? Vorkje. Mag je een vorkje pakken? Weet je waar de vorkjes liggen? Ja, ze weet waar de vorkjes liggen. Ja, doe maar open. Goed zo. Hier liggen de vorkjes. Zo. Ja, dit is de vorkjes. Pak die er maar bij. Fijn hoor, zo'n goed hulpje in de keuken. Goed zo, dat zijn genoeg vorkjes. Pak maar 3 vorkjes. Nee, hier. Hier, 3. Pak er maar 3. Je hebt het nou allemaal gepakt. Kan je tellen? 3? 1, 2, 3. Pak maar 3. Dat is fijn. Hey, echt Luxie. Hey, poepie. Zo, ben ik klaar. Ja, leg die maar weer terug. En dan halen we de 3 eruit. Oeh, we hebben niet alle vorkjes nodig. Zo, een stukje. Pak maar 3. Kijk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dat is 3. Zo, klaar. Hou hem vast. Zeg goed de helft vasthouden. Oh, hij is best, ja, hij is best zwaar. Hou goed vast, hè. Goed zo. Kijk eens wat Luxie heeft. Alsjeblieft. Een lekkere meloen. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Mama. Mama ook? Ja. Oh, mama wil ook wel een hapje. Mijn mama. Lekker. Vinden jullie nog wel uit te houden, hè? In het huisje? Ja? Wil je het nog niet eruit? Nee. Okay. Dan gaan we nog even door. Wij vermaken ons wel hier. Jullie vermaken je zeker. Ik zie het. Heel gezellig hoor, zo'n huisje. Heb je weer het mandje gepakt? Ja. Kijk eens, Leon en Silla. Ze heeft weer een mandje. Wie was er aan de beurt? Jij? Dan ben ik benieuwd wat we gaan doen. Kan je het lezen? Oeh. Ik ben benieuwd of je dat kan lezen. Disco. Disco. Disco dansen. Disco dansen. Hé, hey, Luxie, ben jij in de disco? Ja. Is er daar een disco aan de hand? Woehoe, gaan we dansen? Zullen we eens even kijken of ze aan dansen zijn? Oh, kijk eens. Hier hebben we een disco. Ik heb nog nooit een kleine disco gezien. Nee, dat is nooit. Oh, papa. Dat is de box. Ja, klopt. Daar. Ik heb niet zoveel rond. Ik heb niet zoveel Willen jullie weer grabbelen? Ja. Wie was er aan de beurt? Ik en papa. Ga maar samen grabbelen, Luxie. En? Oeh, maar die... Welke hebben wij? Hup. Hup. Handje klap. Ja. Pepsi. Cola. Pepsi. Cola. Wie er lacht, krijgt een opdracht. Wie er beweegt, krijgt een 2. De tijd gaat nu in. Je mag ook niet knippen zijn. Oké, nog een keer. Pepsi.
Cola. Pepsi. Cola. Wie er lacht, krijgt een opdracht. Wie er beweegt, krijgt een 2. De tijd gaat nu in. Allebei. Papa die gaat even de hond uitlaten. Ik wil echt grabbelen. En we gaan weer grabbelen. Oh, Muxie wil mee, papa. Neem hem maar mee. Booggooispel. Ja. Dag, Luxie. Ga je even rondjes uitlaten met papa? Ja. Doei. Sturen. Goed zo. Nou, Leon en Lucilla zitten nog steeds in het speelhuisje. Zal mama de balletjes eens even gaan pakken? Ja. Want zoals jullie zien heb ik hier al pakjes klaargelegd met wat water erin. En hier heb ik balletjes. En nou is het de bedoeling dat jullie vanuit het huisje, moet het huisje dicht. Dat is het poortje. Het balletjes proberen te gooien in de waterbakjes. Okay. Nou, probeer maar, Sil. Ja, meteen goed. Bijna. Bijna. Oeh. Nog 2. Ja. Oeh. Nog 1. Goed zo. Nou, je hebt er 1 in. Hartstikke goed, Lou. Of Sil. Ja. Ja. Ja, Luan. Oeh. Ja, die sprong erin. Oh, goed hoor. Jij hebt er 4 in. Hartstikke goed. Nou mag Lucilla weer. 2, go. Ja. Ja. Bijna. Ja, goed zo. Bijna. Iets zachter. Nog eentje. Goed zo. Jij hebt er 2 in. Heb je totaal 3 punten. Nou is Luan weer. Ja. Bijna. Ik dacht er. Ja! Ja, goed zo. Bijna. Ja. Bijna. 3. Oké, okay. Hoeveel is 4 en 3? Ik heb 5. 7. Heel goed. Dus je hebt 7 punten. En Lucilla heeft er 3. En hoeveel is dat samen? Is 10. Goed zo. Hebben jullie 10 ballen erin gegooid. Goed gedaan. En inmiddels is het tijd voor de lunch. Dan heb ik lekker bekers limonade en lekkere worstenbroodjes voor Leon en Lucilla gemaakt. Eens even kijken of ze daar trek in hebben. En of ze het nog een beetje uithouden in het huisje. Hallo. Ding dong. Jullie lunch. Alsjeblieft. Zet mij hier neer. Willen jullie er nog niet uit? Nee, jullie houden het nog steeds vol in het huisje? Ja. Nou, even lekker lunchen. En dan kunnen we zo meteen weer grabbelen. Goed? Ja. Hey Luxie, ben je er weer? Pop. Heb je lekker gewandeld? Ik denk toe. Ja, helemaal daar. Ik zie het, schatje. Kijk eens, mama heeft lekkere worstenbroodjes. Wil je er ook een? Is lekker. Oh, je wilt er zelf een. Oh, die is voor mama, dank. Luxie ook eentje? Oh, die is voor Luxie, alsjeblieft. Niet smakelijk. Wat zit er nog meer in het mandje? Deze. Oké, Luan, kun je die lezen? Benning gaat boek lezen. Oh, dat is leuk. Ga ik even pakken. Hier hebben we het Bellinga-boek. Het grote Bellinga-boek. Dat vinden natuurlijk de kinderen ook hartstikke leuk om doorheen te bladeren. En tada, het boek. Luxie wilt ook een stoel. Past het allemaal nog? Ga maar zitten, Luxie. Ga maar zitten. Kijk, past precies allemaal in het huisje. Zo, we zitten bij Leon in de voorleesclub. In de voorleesclub. Ja, dat is mooi, hè? Oh, deze foto's. Weet je nog? De wasmachine. Ja, de nieuwe lille wasmachine. Oh, die heeft geloofd van ja. Op stap met de Bellinga's. Kijk, en dit is Luxie. Luxie, ben jij dat? Ja. Ze moet even kijken. Dat is Luxie, hè? Luxie. Luxie, ben ik dit? Kijk. Maar ik was precies hetzelfde als jou.
En ik ook. Ja, jij. Kijk, of ben je een Serviesje. Serviesje. Speelde jij ook graag mee? Hier in een berenpakje. En mij. Ja, Luxie denkt bij alle babyfoto's dat Luxie dat is. Nee, alleen dan snapt ze niet dat jullie dat zijn toen jullie kleiner waren. Nee, dat ben ik. Toen was ik nog klein. Toen was ik nog een baby. Toen was ik net zo klein als jou. En kijk, ik zie blij zeggen dat ze was hier ergens. Dit ben jij. Kijk, dit is allemaal een machine. Ja, toen was ik eerst bij een beestenpleun. Ja, toen word ik 5. Toen was ik op het strand. Oh, ja, toen was ik nog op een baby. Ah, mij. Nee, die was ik. Nou, ze zegt ze weer mij. Die foto zegt ze mij. Jij. Dat is Lucilla. Toen, Lucie, dat is Lucilla, net ze hier was. Ergens. Jij was al geweest en ik was al geweest. Ja, en mij. Nou mag Luxie weer gabbelen, hè? Oh, en dan laat haar pop vallen. Moet ik het even voor je lezen? Nee, kan jij dan al lezen? Tutut. Nee, daar staat geen tutut. Met Sammy. Met Sammy spelen. Ah, jammer. Mama, even Sammy halen. Gaan we eens even kijken of Sammy thuis is. Zet je in een holletje verstopt. Hey, wil je met de kindjes eens spelen? De kindjes zitten buiten in een hutje. Oh, Sammy denkt, ik ga ook in een hutje. Hey, oh, daar ben je weer. Kom even spelen. Eens even een beetje likken. Doe maar likken. Kusjes van jou. Ja, en dan kan je hem pakken. Kom je mee spelen? Hier hebben we Sammy. Dan gaan we eens even naar beneden, Sammy. Eens even knuffelen met de kindjes. Hm? Onze lieve Sammy. Kom Sammy in de pan. Oh, zo. Wat is dat dan allemaal? Kom eens hier op het plekje. Dan ga ik je verstoppertje doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat is de winkel. Ja, daar is hij weer. Schatje is hij, hè? Schattig is hij, hè? Was gezellig. Kusje. Dan hebben we nog 1 briefje over. Mag ik nu grabbelen? Ja, er is niet zoveel te grabbelen. Nu ben ik. Oh, het is maar 1. Spellen met Woezel en spelen. Pip. Oh, spelen met Woezel en Pip. Met... Ik heb een blij hoedje. Op Woezel Pip. Woezel Pip. Woezel Pip, kom eens hier. Wat heb jij gevonden, hè, jongen? Kijk eens, hij heeft gewoon... Och, broodjes die op de grond gevallen zijn, heeft hij meegenomen. Oh, boefies, dat mag toch niet? Jullie hebben brokjes. Woezel Pippa. Kom maar. Mama, pak even het hagedisje. Oh, ja. Ja, even kijken. Waar ligt hij? Ah. Dit is het favoriete knuffeltje van Woezel en Pip. Waar ze heel graag mee spelen. Dit bolletje is voor Pip. Oh. En deze is voor Woezel. Oké. Okay. Ik wil aan Woezel. Ik wil met van Pip. Woesie! Woesie! Nou, zie Pippa! Woesie! Mama, 1, 2. Pip ruikt Sammy! Ja, Pip ruikt Sammy, hè? Goed zo, Woezel! Ja, en dan ben je hem kwijt. Nee, je mag haar niet uit. Moet roepen! Roep hem maar! Woesel! Die is leuk! 1, 2. Oeh! Ja, goed zo. Het is al bijna tijd om avond te eten. Dus als jullie nog even met Woes van Pip gaan spelen, ga ik even jullie avondeten klaarmaken. Goed? Nou, vanavond eten we lekkere pasta pennen. Daar zijn Luan en Lucilla ook dol op. En dat kunnen ze ook lekker makkelijk opeten in hun huisje. Dan hebben ze het verbazingwekkend goed volgehouden vandaag in het huisje. Dus even kijken of ze een beetje trek in de buik hebben gekregen. Papa zit al lekker te eten. Smaakt het een beetje? Heerlijk. Kijk eens, alsjeblieft. Dankje. Hou goed vast, hè? Ja, Luxie wil ook. Jij mag ook, Luxie. Oh, het gaat niet door het deurtje. Oh. Wacht even, jullie moeten hem even ergens in zetten. Oh ja, weet je wat je kan doen? Kijk. Kijk, dit raampje is wat breder. Kijk eens. Ja. Zo, dan zet ik jullie even neer. Dank je voor mij. Eet even een slokje water. Jij ook even een slokje water? Heerlijk, hoor. Dan hebben we hier lekkere tomaatjes. Zet die maar even ergens neer. Ja. En een lekker bakje pennen. Nou, eet smakelijk. Ja. Is het lekker? Ja. Heerlijk, zegt vader. Goed zo. Ja, als je het maar lekker vindt, hè? Ja, toen was het tijd om... tanden te poetsen. Alsjeblieft. Zometeen moeten jullie natuurlijk wel gaan slapen in het huisje. Zal mama eens even alvast weer jullie kussens pakken? Ja. Ja? Kleden jullie zometeen alvast even uit? Ja.
Ja, oh, daar komt Luxie ook aan. Hey Luxie. Luxie ook tanden poetsen. Luxie ook tandjes poetsen. En ja, dan de pyjama aan, hè. Zo, nou, ik heb hier ook een lekkere deken. Deken erbij. Oh, dat ziet er eigenlijk wel heel erg gezellig uit, dit. Ja. Hé, hey. Het is wel een heel schattig huisje. Doe je duimpjes omhoog, vergeet niet op neer en doei! Slaap lekker. Slaap lekker. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest.